Hallo, net als in haar roman Efter combineert Hannah Barefoots in haar laatste roman Ivanov de wetenschap met literatuur. Of nou ja, combineert. Ze gebruikt wetenschapsgeschiedenis als input voor het verhaal. En daarvoor moet je dus ook eerst weten wie de Russische wetenschapper Ilya Ivanov was. In de jaren 20 van de 20e eeuw deed Ivanov pogingen om mensen met chimpansees te kruisen. In eerste instantie probeerde hij chimpansees te bevruchten, maar toen dat niet lukte, insemineerde hij vrouwen uit Frans-Guinea met het sperma van chimpansees. Dat waren andere tijden, want deze vrouwen waren daar niet van op de hoogte. De pogingen van Ivanov mislukten en hij moest zijn project staken. En in de roman Ivanov is het de Amerikaanse wetenschapster Helena Frank die in de jaren 90 die plan weer oppakt. Zij vermoedt dat bij de oorspronkelijke onderzoeken het HIV-virus is ontstaan. En ze denkt een medicijn te kunnen vinden door alsnog de kruising te laten slagen. Er komen ethische vragen aan bod in deze roman. Want wat betekent het voor de mensheid als er een nieuw mensenras ontstaat? Vermoedelijk wordt deze als minder waardig gezien. En grijp je dan niet veel te veel in de natuur? Take your stinking paw off me, you damn 38! Maar ja, aan de andere kant, de mensheid heeft zich altijd ingedeeld in superieure en minderwaardige culturen. De heteroseksuele blanke westerse man heeft over het algemeen nogal wat privileges. Wel blank en westers, maar niet hetero is de hoofdpersoon en de verteller van het verhaal Felix. Een Nederlandse jongen die journalistiek gaat studeren in New York. Tijdens de colleges Culture Analysis ontmoet hij Lois die hem in aanraking brengt met de wetenschapster Helena. En je voelt misschien al aan dat hij daarmee onbedoeld en ook een beetje ongewenst betrokken raakt bij het kruisen van aap en mens. Als verteller blikt hij 20 jaar later terug en daarmee is hij niet zo betrouwbaar, want zo geeft hij meerdere malen aan dat hij sommige zaken wellicht er later bij heeft verzonnen. Barefoots is een antropologisch schrijfster. Ze excelleert in observaties van menselijk gedrag. Een gesmeerd coming-of-age verhaal dat beklijft als een gedegen psychologisch drama. Een roman over cultuur, ethiek, identiteit, liefde, manipulatie en geschiedenis maakt van Ivanov een best volle roman die niet per se heel spannend is, maar die je aan de hand van discussierende personages aan het denken zet. Bij de boeken van Thomas Rosenboom duik je terug in de tijd met een held, of misschien beter een anti-held, die een doel voor ogen heeft en in zijn verlangen zo bezeten is dat hij de werkelijkheid uit het oog verliest. Terwijl je als lezer al lang door hebt dat het de foute kant op gaat, blijken er pas aan het einde krachten te zijn losgemaakt die niet meer tegen te houden zijn. De held gaat ten gronde in een onafwendbaar slot. Dit is de wijze waarop Rosenboom de spanning langzaam en ook echt langzaam opvoert. Zo ook in De Nieuwe Man, waarin Berend Bepel, een bouwer van schepen aan het begin van de 20e eeuw, omgaat met de maatschappelijke ontwikkelingen in het Groningse dorpje Weerdum. Bepel is een weldoener die denkt aan de gemeenschap. Hij zorgt voor een koelhuis, voor een bibliotheek, voor uniformen voor de fanfare en het waterlatingen van zijn schepen zijn altijd een feestje. Hij zoekt naar een opvolger en zijn oog valt op meesterknecht Niesten, een zwijgzame en ondoorgrondelijke jongen die hij uithuwelijkt aan zijn dochter Ielse. En dat gebeurt pas na een afwijzing, want Niesten staat niet bepaald te juichen en is waarschijnlijk ook helemaal niet verliefd, maar de doorslaggevende factor is dat hij in de toekomst de scheepswerf mag overnemen. Met Niesten als toekomstige vennoot en schoonzoon maakt Bepel plannen. Ze moeten op zoek naar nieuwe opdrachten om de scheepswerf rendabel te houden. Niesten komt met een opdracht uit Duitsland, maar Bepel vertrouwt het niet, gaat op zijn strepen staan en dan weet je als lezer zeker dat je in de greep bent gekomen van Rosenbooms ondergangsverhaal. De spanning loopt op. Het boek werkt als een hoge drukpan. Wat dat betreft is deze roman een staalkaart van termen en begrippen uit de scheepsbouw. De stijl van Rosenboom is heel gedetailleerd met een zekere uitvoerige traagheid. Zo komen er heel veel technische termen uit de scheepsbouw langs. De beschrijvingen van schepen doen een beetje denken aan de oude romans van Arthur van Schendel. De beeldende schrijfstijl wordt gecombineerd met een opvallende vocalisator. Alles wordt beschreven vanuit Berend Bepel. Sterker nog, op enkele woorden na is hij de enige die aan het woord is. Er staan haast geen dialogen in de tekst. Bepel heeft eigenlijk ook geen vrienden en dat is begrijpelijk, want hij is soms zo aan het doorrateren dat je zelfs als lezer denkt, hou nou toch eens je waffel. En die frustratie zou ik typisch Rosenboom kunnen noemen. Voor een kennismaking met deze auteur zou ik eerder publieke werken aanraden, maar als je dat boek al met veel plezier hebt gelezen, dan is De Nieuwe Man zeker geschikt voor jou. Als je geïnteresseerd bent in hoe schrijvers structuur kunnen gebruiken om een spanningsboog te creëren, kun je de boeken van Karel Glasstaan van Loon erbij pakken. Zijn geprezen debuut De Passievrucht of zijn tweede boek dat ik hier ga bespreken, Lisa's Adem. Net als De Passievrucht bevat Lisa's Adem een zoektocht. Simpelweg draait het om de verdwijning van het 17-jarige meisje Lisa tijdens een vakantie. Haar vriendje Talm, niet zijn echte naam overigens, wil uitzoeken wat er is gebeurd. De andere personages die je volgt zijn Sophie, Lisa's moeder, en Sebastian, haar stiefvader. Belangrijke motieven zijn die van schuld en familie.
familie. Wanneer ben je schuldig en wanneer bega je een zonde? De gesprekken met Sebastian, die na de verdwijning van Lisa dakloos is geworden, zijn voor Tom aanleiding om te vermoeden dat Sebastian meer weet en misschien zelfs schuldig is. Volgens Sebastian zijn alle mensen van goede wil, maar raken we het vermogen kwijt om in evenwicht te blijven. Volgens hem is kwaad niets anders dan mensen die wel goed willen doen, maar die niet weten dat ze iets verkeerds doen. Je kunt je pas achteraf realiseren dat je iets verkeerds hebt gedaan. Seksualiteit speelt ook een belangrijke rol. Sophie is al op 16-jarige leeftijd zwanger van Lisa. Haar schoonvader is oversext. Sebastian heeft een voorkeur voor jonge meisjes. En Tom en Lisa hebben een moeizame seksuele relatie. Waar je in de passievlucht meeleeft met hoofdpersoon Armin, is het in Lisa's adem lastiger om je in te leven in de personages. Deels komt dit wellicht door de structuur. Het springt zo vaak heen en weer in de tijd dat je zeker in het begin vooral bezig bent om de puzzelstukjes te plaatsen en te onthouden. Een boek over schuld, pedofilie, liefde, familie en het kennen van de ander. Een verhaal dat zo gestructureerd is dat de spanning opbouwt tot aan de laatste bladzijde. Maar daarvoor moet je als lezer wel bij de les blijven.